Goedemorgen lieve kijkers, ik ben Nathalie voor TV48 met het nieuws voor iedere Surinamer en vrienden van Suriname. Met droefheid delen wij mee dat er gisteravond een tragisch ongeval heeft plaatsgevonden op de Coronastraat in Suriname, waarbij de 64-jarige Henk hem het leven heeft verloren. Henk werd aangereden door een auto die werd bestuurd door de 21-jarige TG. Het ongeluk vond plaats toen zowel de automobilist als de fietser zich op de Coronastraat bevonden, op weg naar de Copernicusstraat. Op het moment dat de fietser ter hoogte van de Uranusstraat afsloeg, reed de autobestuurder rechtdoor, wat resulteerde in een noodlottige botsing voor Henk. De Surinaamse politie werd gealarmeerd en heeft ter plaatse onderzoek verricht. Een arts heeft helaas de dood van Henk moeten vaststellen. De autobestuurder, die een geldig rijbewijs bezit, is voor verdere verhoren overgebracht naar het bureau. Na het technisch onderzoek is het lichaam van Henk overgebracht naar het mortuarium. Beide voertuigen zijn weggesleept voor verdere inspectie. Onze gedachten gaan uit naar de familie en geliefden van Henk in deze moeilijke tijd. Wij leven met u mee en wensen u veel sterkte. De zaak zal verder worden onderzocht door de verkeerunit Regio Paramaribo. De politie zet zich in voor een grondig onderzoek naar dit tragische incident. Holy is een tijd voor mensen om samen te komen, hun meningsverschillen opzij te zetten en de mooiere momenten in het leven te vieren. Maar holy in deze tijd van beleid betekent alle barrières doorbreken, die mensen verdelen. De regering heeft alles aan gedaan om de economische achteruitgang te remmen en het leefklimaat te verbeteren. Laten we ons daarom niet laten verdelen en het kwade verbranden en uitbannen? Op de dag voor Holi. Er is weer hoop voor de mensen. Dit zegt president Chandrikapersat Santokki in zijn Holi-toespraak. Landgenoten, broeders en zusters. Maar in het bijzonder onze Hindu broeders en zusters. Vandaag vieren we allemaal het Holi-feest. Een nationale feestdag in Suriname. En het Holi-feest is... Voor velen een lentefeest, een overwinningsfeest met een universeel en democratisch karakter dat wereldwijd wordt gevierd. Holi wordt ook wel als een eenheidsfeest gezien, een feest van verbroedering. Het Holi-feest brengt de kleuren van het leven en de kleuren van liefde met zich mee. Waar we kleuren zien, zien we het leven. En omdat elke kleur een kracht in het leven symboliseert, zijn kleur en leven onafscheidelijk en spelen ze een belangrijke rol in ons leven. Holi wordt in Suriname gevierd als een nationale feestdag. En het wordt gevierd door alle bevolkingsgroepen. Het kleurenfestival van Holi is een weerspiegeling van onze heterogene Surinaamse samenleving. Onze mooie Brumtijari. Het Holifeest spreekt de taal van de Surinaamse diversiteit. Omdat het onze multiculturele en multiethnische, maar ook. Multilinguïstische Surinaamse samenleving verenigd in de geest van dit kleurenfestival. Holi helpt de samenleving bij elkaar te brengen en het seculiere weefsel van ons land te versterken. Want het festival wordt ook door niet-Hindoes gevierd, door alle Surinamers, door het ieder. Die graag deel uitmaakt van zo'n kleurrijk en vol festival. Bovendien maken mensen op deze dag geen onderscheid tussen rijk en arm. En viert iedereen het festival samen in een geest van goedhartigheid en broederschap met veel liefde. S'avonds bezoeken mensen vrienden en familie. En wisselen geschenken, zoetigheden en groeten uit. Dit helpt bij het revitaliseren van de relaties en het versterken van emotionele banden tussen mensen. Holy is een feestelijke dag om een eind te maken aan fouten uit het verleden, om conflicten te beëindigen door anderen te ontmoeten. Een dag om te vergeten en ook een dag om te vergeven. Ook een feest van de overwinning van het goede op het kwade. Het holy festival valt samen met de volle maan of Purnima op de avond van de Hindoe-maand Pagoon. Het is een tijd voor mensen. Om samen te komen, hun meningsverschillen op tijd te zetten en de mooiere momenten in het leven te vieren. Lieve broeders en zusters, wat betekent Holy in deze tijd van ons beleid? Holy in deze tijd betekent dat we alle barrières moeten doorbreken die mensen verdelen. Die mensen uit elkaar houden. En wij als regering doen er alles aan om die economische achteruitgang te remmen en het leefklimaat voor alle Surinamers te verbeteren. Laten we ons daarom niet laten verdelen en het kwade verbranden en uitbannen op deze dag van het Holy Feest. Er is weer hoop. Lieve broeders en zusters, voor een ieder en dat deze festiviteit van vreugde, geluk, gelach en vrolijkheid, nieuwe kracht en nieuwe energie in een ieders leven mag brengen. Ik wens jullie allemaal een soep holy toe. namaste. In een poging om de toenemende crisis in Haiti het hoofd te bieden, heeft Suriname aangekondigd militaire steun te zenden naar het door geweld geteisterde land. Terwijl het land worstelt met escalaties van bendegeweld en politieke onrust, heeft Suriname besloten om militair personeel te sturen om te helpen bij het herstel van orde en stabiliteit. Premier Ariel Henry staat voor de uitdaging om een interimregering te vormen te midden van de voortdurende onrust, Terwijl dagelijks leven in Haiti wordt overschaduwd door gewelddadige confrontaties en wegversperringen. With gang violence overtaking Port-au-Prince, the evacuees living outside the capital wonder just how much time they had before they were trapped and their lives in jeopardy. This man, heading back to his South Florida home, says the gunfire was getting closer. Too many people shoot and, there, and then too many guns. Bow, 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 you know. And my head, you know. Jamie, you glad to be back? Yes, I'm glad to be back. Another woman said she felt safe where she was, but did not know for how much longer. Katie, he was wonderful. He don't have trouble just like Polo once. While 14 people were flown into Sanford's airport last week, this new temporary facility at OIA is likely to be the hub for processing those on emergency flights. This is actually a multi-agency resource center where people are getting help on a lot of different fronts. You've got different agencies from Florida including Florida Department of Children and Families over here, you've got the Florida Department of Health over here, and then in case people in the rush to get out of Haiti need a new driver's license, they've got the Department of Motor Vehicles over here. And free cell phones being provided by local companies. Our, our goal right now is to fly people out every day. Emergency Management Director Kevin Guthrie says he's hoping the state contractor can fly one or more flights per day. So I think you're going to see us bring our aircraft size down from the 30 passenger or 20 passenger plane, probably closer to the 10 or 12 passenger plane, uh, so that we're, we're sending full flights. We're, we're being cognizant of taxpayer dollars. But at the same time, um, it's going to be more complicated as we uh, move forward. Guthrie will be talking with the State Department this week to go over the list of 550 people requesting evacuation to Florida and which arm of the government will get them out of Haiti. In deze kritieke periode heeft Suriname besloten om deel te nemen aan de inspanningen om Haiti te ondersteunen, niet alleen vanwege het CARICOM-lidmaatschap van Haiti, maar ook vanwege de humanitaire crisis die het land teistert. Minister Krishna Mathura van Defensie benadrukt dat de bijdrage van Suriname niet alleen draait om militaire interventie, maar ook om het handhaven van de wet en het ondersteunen van het vredesproces. Hoewel er nog onduidelijkheid heerst over de operationele details en leiderschap ter plaatse, is het duidelijk dat Suriname zich voorbereidt op de uitdagingen van de missie. De financiering van deze missie wordt deels verzorgd door andere landen, terwijl Suriname een minimale inzet van militair personeel zal leveren. Deze beslissing getuigt van solidariteit met het Haitiaanse volk, dat al geruime tijd leidt onder de crisis. Met het verleden als leidraad hoopt Suriname bij te dragen aan het herstel van orde en stabiliteit in Haiti. Terwijl de geopolitieke dynamiek binnen CARICOM een rol speelt, benadrukt minister Matura het belang van solidariteit en menselijkheid in de steun aan Haiti tijdens deze turbulente periode. Minister Krishna Matura's plan om militairen naar Haiti te sturen is ronduit belachelijk en onverantwoord. Het zou ons leger verzwakken en de deur openen voor een illegaal leger dat mogelijk staat te popelen om op dat moment het hele land weer over te nemen. Een koe in 2024 ligt op de loer als we onze jongens daarheen sturen. Matura moet zich concentreren op Suriname, punt uit. Het gaat belabberd met het land, en dan wil ze onze jongens inzetten om 4000 ontsnapte misdadigers op te sporen en uit te schakelen? Waarom? Zodat zij comfortabel op haar gouden troon kan zitten? Het draait niet om haar, maar om Suriname en onze jongens in het leger. Ik verzoek u dringend dit plan te heroverwegen, aangezien er niets dan ellende van zal komen. Ik weet niet of militairen kunnen weigeren om te gaan, maar dit is een uitermate slecht idee. Zet militairen in om actief de politie te helpen en Paramaribo veiliger te maken. Het is een schande hoe het gesteld is met de talloze overvallen en inbraken, en u wilt onze enige bescherming blootstellen aan Haiti. Het is hoog tijd dat u uw plaats inneemt, mevrouw Matura, voordat u nog meer chaos veroorzaakt. Oeps. Avontuurlijk busje zonder chauffeur. In een komisch tafereel dat rechtstreeks uit een slapstickfilm lijkt te komen, werd vanmorgen een Toyota Foxy met kenteken PE76-03 gevonden, gezellig geparkeerd in een trance langs de Tangibaweg in Suriname. De politie kreeg de melding en spoedde zich ter plaatse, vol verwachting om een knotsgek tafereel aan te treffen. Bij aankomst, met hun ogen speurend naar een mogelijke verstopte chauffeur, bleek het voertuig echter verlaten, alsof het zichzelf gewoon in de trends had geparkeerd voor een verfrissende duik. Met de hulp van een hilarisch misplaatste sleepdienst, werd het ondeugende busje uit zijn ongeplande waterbad getrokken en afgevoerd naar politiebureau Lelydorp. Waar het hoogstwaarschijnlijk nog steeds ligt te ginneken om zijn eigen stunt. Ondertussen werkt de politie aan een internationaal zoekteam om de mysterieuze verdwijning van de bestuurder op te lossen. Misschien is deze chauffeur gewoon op zoek naar een beetje avontuur en heeft hij besloten om een dagje vrij te nemen en te genieten van een verfrissende duik, wie zal het zeggen. Stay toen voor meer avonturen van het ondeugende busje en hopelijk komt de bestuurder snel weer boven water, droog en vol goede verhalen. Politieke soap opera Het kleuterschooltijdperk in de politiek Econoom en jurist Guillermo Samson heeft tijdens een recent radio-interview de schijnwerpers gericht op minister Bronto Somohardio van Binnenlandse Zaken. In zijn scherpe bewoordingen beschuldigt Samson Somohardio van het vertonen van amateurisme en kleuterschoolpolitiek. Hij wijst op het gebrek aan een fatsoenlijk schooldiploma bij Somohardio en bekritiseert zijn ongepaste gedrag op publieke evenementen. Het hoogtepunt van Samsons betoog was een incident waarbij Hardio de artiest Maruf Amatstan tijdens het Javaanse nieuwjaar op het onafhankelijkheidsplein verhinderde om het lied Libi Contranga nou volledig te zingen. Deze actie, volgens Samson, illustreert treffend hoe sommige politici zich gedragen als kleuters op een speelplaats, in plaats van zich te gedragen als serieuze volwassenen in een politieke setting. Maar achter de komische toon van Samsons woorden schuilt een diepere boodschap. Hij benadrukt het belang van respectvolle politiek en het vermijden van kleuterachtige ruzies in het politieke debat. Dit incident herinnert ons eraan dat de politiek een serieuze aangelegenheid is, waarbij het welzijn van het land en haar burgers voorop moet staan. Laten we hopen dat politici zich bewust worden van hun verantwoordelijkheden en zich richten op het dienen van het Surinaamse volk op een volwassen en respectvolle manier. Sterkte voor het politieke circus en laten we hopen dat de kleuterjuf snel langskomt om wat orde in de klas te brengen. Komische komedie, Atencio doorprikt achtervolgingsverhaal van Sampi. Het lijkt erop dat de politieke arena van Suriname meer weg heeft van een lachfilm dan van een serieuze politieke thriller. Activist en politicus Martin Atencio heeft namelijk geen snipper geloof in het verhaal van ABOP-parlementariër Edgar Sampi, die beweert dat hij wordt achtervolgd vanwege zijn kritische houding in de Pan-American-zaak. Me en a next, want ze zijn allemaal één pot nat, Verklaarde Attentio op Culturoo TV, terwijl hij met een kniepoog naar de camera keek. Hij betoogde dat Sampi eigenlijk slechts een pion is van vicepresident en abopleider Ronnie Brunswijk, ingezet om de VHP aan te vechten, maar dat de parlementariër uiteindelijk meer interesse had in het maken van een naam voor zichzelf dan in politiek spelletjes spelen. Attentio vermoedt zelfs dat Sampi uiteindelijk door zijn eigen partijgenoten is gedwarsboomd. Het wordt helemaal hilarisch als Attentio onthult dat een partijgenoot van Sampy, Genevieve Jordan, nota bene in een van de huizen van Pan American woont. Sampy schreef ben Bigging Nanga Pan American Talk. P.E. Sampy de Nauw? Akon Nanga Omeni Papira, grinnikte Attentio terwijl hij zijn hoofd schudde. De activist maakte ook een komische opmerking over de houding van VP Brunswijk, die steeds deed alsof hij van niets wist in deze zaak. Altijd e klagen. Hij had een probleem met het beleid, terwijl hij zelf ook onderdeel is van het beleid, lachte Attentio. Het lijkt wel alsof hij zijn pionnen, zoals Sampi en andere DNA-leden, erop uitstuurt om de VHP en andere partijen aan te vechten, en achteraf zegt hij dat hij een goede samenwerking heeft met de VHP. Still going strong. Het is gewoon bushel 80% van deze mannen liegen en van de overige 20% twijfel je nog, voegde hij eraan toe, terwijl hij zijn handen op hilarische wijze in de lucht gooide. Wij blijven dit volgen. Aibaya. Te volgen en niet te volgen. We benen benieuwd. Het is verontrustend om te horen over de drugsvondst en wapenvondst in Wanica, waarbij de 31-jarige Lorenzo Rediman is aangehouden. Rediman ontkent echter betrokkenheid bij de drugs en het vuurwapen dat op het adres is aangetroffen. Het is een complexe zaak waarbij verschillende partijen betrokken zijn. Het is zorgwekkend dat drugs en illegale wapens worden aangetroffen op het adres waar Rediman woont. Hoewel hij weigert een verklaring af te leggen bij de politie, heeft hij voor de kantonrechter verklaard dat de drugs en het vuurwapen niet van hem zijn. Het is van groot belang dat deze zaak zorgvuldig wordt onderzocht en dat de waarheid aan het licht komt. Het feit dat drugsgebruikers hebben verklaard al langere tijd drugs bij Rediman te kopen, voegt een extra dimensie toe aan de zaak. De officier van justitie zal haar strafeis nog bekendmaken nadat de zaak is uitgesteld. Voorlopig blijft Rediman aangehouden. Het is belangrijk dat het recht zijn beloop krijgt en dat alle betrokkenen eerlijk worden gehoord. Wat een grapjas weer op onze luchthaven. Een 41-jarige Braziliaanse man werd afgelopen zaterdag op de Johan Adolf Pengel luchthaven van Suriname aangehouden door het Bestrijding Internationale Drugs Team, BIT Team. Bij hem werd meer dan 1 kilo cocaïne ontdekt en in beslag genomen. Deze sluwe smokkelaar probeerde zijn illegale lading te verbergen in zijn onderbroek, maar de slimme speurneuzen van het BIT-team lieten zich niet voor de gek houden. Bij de visitatie werden de cocaïnebolletjes ontdekt en onmiddellijk in beslag genomen. En alsof dat nog niet genoeg was, werd ook de 29-jarige taxichauffeur die hem naar de luchthaven had gebracht, in de kraag gevat. Deze Braziliaanse medeplichtige werd samen met zijn landgenoot en de drugs overgedragen aan de Surinaamse Narcotica-brigade. Nu hangen beide heren, inclusief de man met de verrassende onderbroek, in de boeien terwijl het onderzoek loopt. De Narcotica-brigade gaat dieper graven om deze snode plannen te ontrafelen. Hopelijk dient dit als een waarschuwing voor anderen die denken dat ze slim genoeg zijn om drugs te smokkelen door onze luchthaven. Wie had gedacht dat onze luchthaven zo'n levendige plek voor grapjassen zou zijn? Slippers in het volgende voedselpakket kunnen overvallen voorkomen. In een bizarre wending van het lot heeft een 17-jarige jongen afgelopen weekend aan de blijdschapweg niet alleen zijn mobiele telefoon verloren, maar ook zijn geliefde badslippers, na een overval door vier gewapende mannen. De tiener, die rustig over straat liep, werd plotseling overvallen door deze boevenbende, waarvan één gewapend was met een mes. In een poging om zijn bezittingen te beschermen, moest hij helaas ook afscheid nemen van zijn vertrouwde badslippers, een tragisch maar toch komisch detail in dit verhaal van misdaad en tegenspoed. Na de brutale beroving maakten de criminelen zich uit de voeten, met hun buit en de onverwachte aanwinst van een paar badslippers. De politie van Santo Dorp werd snel op de hoogte gebracht en is druk bezig met het onderzoek naar deze ongebruikelijke zaak. Wat een tragisch ongeval. De 42-jarige dat Ramsaran kwam om het leven nadat hij met zijn auto in het kanaal terechtkwam op de kruising van de Martin Luther Kingweg en Toeluifvoudkanaalweg. Het lijkt erop dat het een eenzijdig verkeersongeval was, waarbij zijn voertuig op zijn kop in het water belandde. Het is hartverscheurend om te horen dat de vriend van het slachtoffer ter plaatse verklaarde dat ze samen aan het borrelen waren voordat Ramsaran besloot om weg te rijden. Het is een pijnlijke herinnering aan hoe snel het leven kan veranderen door een impulsieve beslissing. Het is belangrijk om te benadrukken dat alcoholgebruik achter het stuur levensgevaarlijk is en tragische gevolgen kan hebben, zoals in dit geval. Mijn gedachten gaan uit naar de familie en vrienden van Sunil Dat Ramsaran in deze moeilijke tijd. Marron gemeenschap bezorgd. De ingrijpende veranderingen binnen het traditionele gezag van de Marron gemeenschappen in Suriname vormen een zorgwekkende ontwikkeling die diep ingrijpt in de sociale weefsel van deze gemeenschappen. Van oudsher hebben de Grandmans Basha's en andere traditionele leiders een cruciale rol gespeeld in het behoud van de cultuur, tradities en gemeenschapsstructuur van de Marons. Helaas heeft politieke inmenging in de recente jaren de traditionele dynamiek verstoord en geleid tot een toenemende morele vervaging binnen deze eerbiedwaardige structuren. Politieke partijen en individuele politici zoeken soms naar manieren om invloed uit te oefenen op de Marongemeenschappen, wat heeft geleid tot conflicten, verdeeldheid en wantrouwen. Deze politieke inmenging heeft niet alleen geleid tot beschuldigingen van partijdigheid en corruptie tegen traditionele leiders, maar heeft ook de traditionele waarden en normen ondermijnd die eeuwenlang de kern vormden van de marongemeenschappen. Morele vervaging is een zorgwekkende uitkomst, waarbij gedragingen en beslissingen niet langer in lijn zijn met de diepgewortelde ethische principes en gemeenschapswaarden. Het is van cruciaal belang dat de marongemeenschappen deze uitdagingen aanpakken en streven naar het herstel van hun traditionele gezag en waarden, vrij van politieke inmenging. Alleen door samen te werken en vast te houden aan hun diepgewortelde tradities kunnen ze hun gemeenschap versterken en hun erfgoed beschermen voor toekomstige generaties. In Nederland is zanger Humphrey Campbell op 66-jarige leeftijd overleden na een langdurige ziekte. Hij werd bekend bij het Nederlandse publiek toen hij in 1992 voor Nederland deelnam aan het Eurovisiesongfestival in Zweden en daar negende werd met het liedje Wijs me de Weg. Campbell had een relatie van ruim 22 jaar met zangeres Ruud Jacob en stond gepland om volgend jaar op tournee te gaan langs 15 theaters, maar vanwege zijn ziekte kon dit niet doorgaan. Hij heeft zijn lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap, dus er zal geen traditionele begrafenis plaatsvinden. Wij wensen de familie heel veel sterkte toe. Rivaldo Walasi B, een 22-jarige man uit het dorp Bovocule in het district Sipaliwini, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar en 6 maanden voor de doodslag van zijn dorpsgenoot Cambu. De rechter kwam tot deze conclusie na de zitting waarin werd vastgesteld dat Walasi schuldig was aan de doodslag. Walasi had Cambu geslagen met een stuk hout na een boordenwisseling over het misbruik van Walasi's neefje door Cambu. Ondanks zijn beroep op zelfverdediging, oordeelde de rechter dat Walasi ervoor had kunnen kiezen om het slachtoffer niet te benaderen, maar hij koos ervoor om een confrontatie aan te gaan. Na het duwen liep hij zijn huis binnen en pakte een plank waarmee hij Cambu ernstige verwondingen toebracht. De rechter en de officier van justitie waren van mening dat Walasi de keus had het slachtoffer niet te spreken, maar hij koos er juist voor een confrontatie aan te gaan. De rechter beschouwt dit als een ernstig misdrijf waarbij iemand het leven heeft gelaten. Dit is een tragische gebeurtenis die het leven van alle betrokkenen heeft veranderd. Het is een herinnering aan de ernstige gevolgen van geweld en de noodzaak om conflicten op een vreedzame manier op te lossen. CBVS-directeur Adhin verduidelijkt introductie nieuwe coupures, geen inflatoire gevolgen, maar efficiëntie. Rakesh Adhin, directeur toezicht kredietwezen en tevens plaatsvervangend president van de Centrale Bank van Suriname, CBVS, heeft op sociale media gereageerd op de aankondiging van de introductie van nieuwe bankbiljetten door de CBVS. De CBVS heeft aangegeven dat de toevoeging van nieuwe coupures van SRD 200 en SRD 500 aan de geldcirculatie voortkomt uit de verantwoordelijkheid om de circulatie van de Surinaamse dollar efficiënt te laten verlopen. Adhin benadrukt: de introductie van de nieuwe coupures is een kwestie van efficiëntie en heeft geen inflatoire gevolgen. Hij legt uit dat wanneer banken de nieuwe bankbiljetten opnemen bij de CBVS, hun girale tegoeden bij de CBVS met hetzelfde bedrag worden verminderd. Waardoor er geen sprake is van geldschepping, maar van een substitutie van giraal naar kartaal geld. Met de introductie van grotere coupures is het doel om het contante betalingsverkeer te vergemakkelijken, zonder dat dit devaluatie de van de munt veroorzaakt. De causaliteit is dus precies andersom, al dus adhin. Hoewel zijn uitleg tot flinke discussies heeft geleid op sociale media, zijn velen ingenomen met de verduidelijking van adhin. De CBVS benadrukte eerder al dat de introductie van de nieuwe coupures contante betalingen voor grote bedragen efficiënter maakt en de wachttijden bij de geldautomaten verkort, terwijl het risico op storingen afneemt. Tot slot het weer: op dinsdag, woensdag en donderdag een mix van zon en wolken met temperaturen rond de 34 graden Celsius overdag en een aangename 25 graden Celsius s nachts. De wind waait rustig uit het noordoosten. Met een zwakke kracht van 2 op de windkrachtschaal. Naarmate we richting het weekend gaan, zal de kans op neerslag weer afnemen, waardoor jullie volop kunnen genieten van de buitenlucht en alle prachtige activiteiten die Paramaribo te bieden heeft. Ik ben Alice voor TV48. Like, abonneer en deel. Tot morgen. Tangboom.